We zijn aangekomen in hoofdstuk 7, kunstgeschiedenis van 1950 tot nu. We gaan beginnen met 7.1, abstract expressionisme van 1945 tot 1970. Je ziet hier een werk van de Rotterdamse kunstenaar Willem de Koning, die in 1926 verhuisde naar Amerika, waar hij hele grote kleurrijke doeken maakte en hij wordt gezien als een van de grondleggers van het abstract expressionisme. Hij is overleden in 1997. En dit werk is geveild voor bijna 20 miljoen euro. Nou, we gaan de kunstgeschiedenis van 1950 tot nu bekijken. Je zal je wellicht op een gegeven moment gaan afvragen, is dit nog wel echt kunst? Dit is een werk van Tracy Emin, een Britse kunstenares. En dit bed was te zien in verschillende tentoonstellingen en dat symboliseert een periode uit haar leven. Ze heeft in dat bed gelegen, gewoond en vervolgens heeft ze laten zien, dit was mijn leven gedurende de tijd dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. Nou, de grens tussen echt kunst en is dit wel kunst, die wordt, daar komen we steeds dichterbij in ieder geval in de loop van hoofdstuk 7. Dan de leerdoelen natuurlijk. Nou, je gaat natuurlijk weer leren welke kenmerken het abstract expressionisme heeft. Je moet die begrippen kunnen hanteren. Je moet, als je een werk ziet, kunnen beschrijven waarom dat abstract expressionistisch is. Je moet het effect uit kunnen leggen. Daarvoor gebruik je natuurlijk veel termen uit hoofdstuk 3 van de vormgeving. En je kan beargumenteren waarom jij denkt dat een kunstenaar een bepaalde keuze heeft gemaakt. Abstract expressionisme, zoals al eerder gezegd, van 1945 tot 1970. Je ziet hier een werk van Jackson Pollock, een Amerikaan. En hij maakte een soort drip schilderij. Dus hij smeet zijn verf echt over het doek heen. Die doeken waren over het algemeen ook vrij groot. Daar gaan we zo meteen wat meer van zien. We gaan eerst even kijken naar de geschiedenis. In welke tijd speelde dit zich zo ongeveer af? Nou, we hadden te maken met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog in Europa. En ineens was daar minder welvaart dan in Amerika. Heel veel kunstenaars zijn in de tijd van de Tweede Wereldoorlog daarvoor of daar tijdens of net daarna vertrokken naar Amerika. En na de Tweede Wereldoorlog begon de Koude Oorlog. En dit was een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische wereld in de tweede helft van de 20e eeuw. Nou, het kapitalisme wordt geleid door de Verenigde Staten en de communisten stonden onder leiding van de Sovjet-Unie of waren verbonden met communistisch China. Nou, dat was een beetje de wereldgeschiedenis op dat moment. Mensen waren best wel een beetje bang voor die Koude Oorlog, want er werd niet echt gevochten, maar men dreigde met kernwapens. Dan de kunstgeschiedenis. Zoals al eerder gezegd, abstract expressionisme ontstond in Amerika. Het is voornamelijk schilderkunst. Maar binnen die kunst waren er ook wel kunstenaars die af en toe een beeld maken. In deze presentatie zul je er dan ook dus maar eentje tegenkomen. Binnen de schilderkunst waren eigenlijk weer twee stromingen. Action painting en color field paintings. Als je het hebt over action painting, dan zie je hier Jackson Pollock, die we al eerder zagen aan het werk. Je ziet ook dat die doeken heel groot zijn. In de eerste afbeelding zie je dat hij vrij ver over zijn werk heen hangt. Hij heeft weinig controle over zijn kwast. En in de rechter, wat meer close-up, zie je dat hij ook wel heel precies zijn verf kan laten druipen. Wordt echt een spel tussen alle verschillende vormen en verschillende kleuren. Zo'n kunstenaar, zo'n schilder werkt vaak met hele grote armbewegingen op grote doeken om het helemaal te vullen. Dan is de tweede richting die je vindt in de schilderkunst color field painting. Daarin zijn het vaak hele grote kleurvlakken. Dat is niet zomaar één kleur die op het doek gesmeten is. Maar die kleurvlakken die worden in dunne lagen steeds over elkaar heen aangebracht. Zodat ze bijna gaan trillen als je daarnaar kijkt. Het trillingsniveau is vrij hoog. En die kunstenaars die dit soort werk maken, die willen vaak een gevoel uitdrukken. Het kan zomaar gebeuren dat als je naar een werk van deze kunstenaar, Mark Rothko, kijkt, dat je mensen in huilen uitziet barsten. Want sommigen worden er echt emotioneel door geraakt.
Als we kijken naar de kenmerken van het abstract expressionisme, we kijken naar de voorstelling, dan moet je je realiseren dat de voorstelling over het algemeen volledig abstract is, dat er niks in te zien valt. Dit is een werk van Willem de Koning, waar ik al eerder iets over zei. En hij schilderde echt hele forse vrouwen. Nou, niet echt de meest mooie vrouwen om te zien. Maar in de kunst werden natuurlijk al eeuwenlang naakte vrouwen geschilderd. En die moesten er perfect uitzien, een goede anatomie, moest mooi zijn. En Willem de Koning had daar eigenlijk niet zoveel mee. Deze vrouwen zijn ook echt anders. Het lijken veel meer oervrouwen, zoals die vruchtbaarheidsbeeldjes die we in de prehistorie wel hebben bekeken. Ronde vormen, aardskleuren, zijn krachtig. Daar valt geen lolletje mee te maken, zo zien ze er een beetje uit. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit niet echt abstract expressionisme is, maar men ziet het toch ook wel in de grote kleurvlakken en de grofheid van het handelen van het penseel. Dus het valt absoluut onder het abstract expressionisme. Nou, zoals ik net al zei, heb je ook action painting. Dat gaat heel erg op intuïtie, spontaniteit. Werken daarin zijn vaak heel druk, chaotisch, een all-over compositie. Alles vraagt je aandacht. En die colorfield paintings die zijn veel rustiger, hebben hele intense kleuren, maar zijn rustig opgebouwd, vaak in grote vlakken. Hier zie je ze nog even naast elkaar. Grote doeken worden er veelal gebruikt. En die action painting, dat is dus ook heel erg gelaagd, want al die druppels en al die lijnen gaan over elkaar heen. Het is heel dynamisch, een overall. En die color field zie je rechts, Mark Rothko weer. Intens, vierkant, rechthoekige vormen, heel statisch, heel harmonieus. Het geeft je veel meer rust als je daarnaar kijkt. Dan zien we hier een stukje beeldhouwkunst van een kunstenaar met de naam David Smith. En die gebruikt bestaande ijzeren vormen van schroothopen om nieuwe vormen mee te maken. Dat is zo'n beetje het enige wat we daar eventjes over gaan vermelden. Het zijn vaak assemblages van bestaande onderdelen of materialen dus. Als we dan kijken naar de inspiratie voor nu, dan doen deze werken heel erg aan die color field paintings denken, grote kleurvlakken. En deze kunstenares, Monica Bravo, die richt soms hele ruimtes in met een aantal kleuren. En je kan je voorstellen als je kijkt naar die rechter afbeelding, als het licht verandert, verandert ook de kleur in hoe die reflecteert in die ruimte. Je kan er als toeschouwer doorheen wandelen, dus je bent echt onderdeel van het kunstwerk. Dan het werk van Koen de Lare. Hij schildert vaak 100 werken en daaruit zoekt hij de beste om te gaan verkopen. Dus hij maakt grote oplages. Hij maakt er echt meer dan 100 per jaar af en toe en daarna kiest hij wat hij verkoopt. Maar hij legt zich wel altijd beperkingen op. Dus een werk moet binnen een bepaalde tijd gemaakt zijn. Of met een bepaalde kleur. Of kleurstellingen. Door jezelf te beperken in tijd, word je vaak creatiever. En doordat het sneller gaat, je gaat meer zien, word je ook experimenteler. Dus wellicht voor jullie ook iets om over na te denken een keer. Jezelf beperkingen op te leggen. In bijvoorbeeld kleurschakeringen, vormen. Of de tijdsduur waarbinnen je iets maakt. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van 7.1. Nou, de leerdoelen waren natuurlijk dat je leert welke kenmerken het abstract expressionisme heeft. En hoe kunstenaars van nu zich daar nog steeds door laten inspireren. En zelf ook abstract expressionistische werken maken. Je moet de begrippen kennen die je kunt gebruiken voor het beschrijven van werken van abstract expressionisme. Je moet deze kenmerken kunnen herkennen in werk. Je moet het effect kunnen uitleggen, zoals met die action paintings. Dat het druk, chaotisch is, dynamisch, color field, dat het rustig is, harmonieus. Dat zijn twee voorbeelden. En je moet kunnen beargumenteren waarom jij denkt dat een kunstenaar voor bepaalde kenmerken gekozen heeft. Dit is 7.1. En wij zien elkaar weer bij 7.2.